Ik ben super trots dat ze door die zware test heen is gekomen. Ook vanwege dat zwemmen natuurlijk. En die hardlooptesten. Ja, dat vind ik geweldig. Echt. Ja, mijn petje voor eraf. Nou ja, ik zit natuurlijk al zelf al 25 jaar bij de brandweer. En mijn vader ook. En uiteindelijk heb ik Roxanne natuurlijk ook voor gekozen. Wat ik eigenlijk in mijn hart wel een beetje gedacht had. Dat ze voor een beroep zou kiezen met, actie en initiatief nemen. En teambuilding is het belangrijkste wat er is. Want bij een brand moet je op elkaar kunnen vertrouwen. Dus daarom is het heel belangrijk dat je weet dat je, hoe ver je kan gaan met je collega's. En wat je aan je collega's hebt, is heel belangrijk. Brandweer is eigenlijk een mannenwereld. En uiteindelijk ga je er toch anders over denken. Met vrouwen erbij. En die wilskracht die meiden hebben, ja, dat zet de mannen wel eens aan om nog een extra stapje te geven.